Deze keer in Binnen Aliade, de hobby van Peter. Ingrid leest voor. De kippen van boer Frits. Het internet en de social media. En natuurlijk het weekendweerbericht van weerman André. Leuk dat je kijkt naar aflevering 24 van Binnen Aliade. Peter zijn grootste hobby is het sparen van vrachtauto's. Hij heeft er al heel veel. Hoe deze hobby is begonnen en welke vrachtauto Peter het allermooiste vindt, gaan we zien. Ik ben Peter Bosman en spaar vrachtauto's. Kom maar binnen. Kees en de buurman van mijn pleeghouders en ik vroegen mij niet op een vrachtauto. Daar heb mijn hobby van begonnen met een dag 330 turbo intercooler. Die heeft Kees gereden. Deze vrachtauto is een spaardek. Naf is. Hier heb je nog een DAF. Een DAF zijn bordjes van het Truckstad Festival in Assen. De grootste chauffeurs-evenement van Europa. Nadat ik vrachtauto's spaar, bouw ik ze zelf ook in bouwpakketten. Die staan hier boven, klopt. Ja, dat is ook. Rubberduck. Hollanduck, hè? Dat is in 1980 uitgekomen tegelijk met de Truckstar. Mijn allermooiste vrachtauto is Scania V8 bouwen. Dit is Scania V8. En dit is een V8. Jeetje, ik vind het echt super knap van je, Peter, dat je zelf vrachtauto's in elkaar zet. De vorige keer heeft Ingrid een verhaal voorgelezen. Weet je nog waar het over ging? We gaan luisteren hoe dat verhaal verder gaat. Oh, hallo, daar zijn jullie weer. Ik ga het vervolgverhaal vertellen over de koning en de koningin en hun zoektocht naar de vriendelijkste persoon. Want deze persoon krijgt een dikke beurs met geld. En tot nu toe kunnen ze die persoon niet vinden. Want iedereen is even vriendelijk voor de koning en de koningin. De koning en de koningin wandelden in het bos. En houthakkers hebben hun geholpen met veilig een greppel over te komen. Toen ze verder in het bos kwamen, werden ze moe. Ze zagen een oude meneer lopen en vroegen: is hier ergens een bankje om uit te rusten? De oude meneer zette zijn pet af en zei: jawel, majesteit, daar, om de hoek bij de struiken, daar is een klein huisje met een bankje daarvoor. Dank u wel, zeiden ze. En ze stapten de hoek om bij de struiken. En ja, daar stond een klein huisje midden in het bos. En voor dat huisje zat een klein meisje op het bankje te spelen met haar pop. En het meisje heette Anneke. Anneke schrok toen die deftige meneer en die deftige mevrouw aankwamen lopen. Dat waren de koning en de koningin.
Mogen wij een poosje rusten op de bank? Vroeg de koningin. Ja, ja. Majesteit, hakkelde Anneke. En ik heb ook een beetje dorst, zei de koningin. Ik ook, zei de koning. Dorst? Drinken? Moest zij de koning en de koningin drinken geven? Ze liep snel naar de keuken en kwam terug met een kan koude limonade. En heel voorzichtig schonk ze een glas in voor de koningin en bracht het haar. En net toen ze het haar wilde geven, morste ze op de koninklijke knie. En ze keek de koningin geschrokken aan. Maar de koning en de koningin moesten schaterlachen. En samen hebben ze heerlijk frisse limonade gedronken. En toen zijn ze weer heen gegaan, naar het paleis terug. En thuis, op de tafel van de koning, lag nog steeds de beurs met geld. En hij zuchtte. Aan wie moeten we hem nu geven? Ik weet het niet. Iedereen is even vriendelijk tegen ons, omdat wij de koning en de koningin zijn. Maar toen lachte de koning. En ze fluisterde iets in het oor van de koning. Ja, ja, dat is goed. Wat een grap, zei de koning. Morgen gaan we dat doen. En de volgende dag liepen er twee oude mensen op de weg. Een man en een vrouw. De vrouw droeg een mandje aan haar arm en de man droeg een zak op zijn rug. En soms gaven ze elkaar even een knipoog en lachten ze stilletjes naar elkaar. Dat kon best, want niemand kijkt naar hen en niemand kent hem. Toch? De oude vrouw liet haar zakdoek vallen. Ze wist het wel, maar ze keek niet om. Raapt iemand hem op? Hoe dit afloopt hoor je de volgende keer. En heb jij enig idee wie die oude man en die oude vrouw zijn? Ik ben benieuwd naar volgende week. Eerder hebben we boer Frits gezien op zijn boerderij. Hij maakt daar van alles mee. Boer Frits heeft heel veel verschillende dieren. En vandaag is hij kippenboer. Hey jongens en famkes. Hey jongens en meisjes. Vandaag ben ik kippenboer. Kijk maar. Ik heb een overal aan. Ik heb klompen aan. En dit zijn mijn kippen allemaal. Ik ga eerst even dat liedje met jullie zingen, wat jullie nog wel kennen, denk ik. Van boer, wat zeg je van mijn kippen? Boer, wat zeg je van mijn kippen? Boer, wat zeg je van mijn haan? Hebben ze dan geen mooie veren? Of staat jou de kleur niet aan? Boer, wat zeg je van mijn kippen? Boer, wat zeg je van mijn haan? Dus even kijken hoor. Kijk. Hier heb ik het eierdoosje. Maar dat is nu nog helemaal leeg. Gaan jullie mee? Dan gaan we naar de nesten en kijken of er al eieren zijn. Kom maar mee. Oh, horen jullie de schapen ook? Oh? Die zitten hier ook. Dus even kijken hoor. Kijk, daar hebben we één nestje. Oh. En wat zit daarop? Een hele mooie witte kip. En die kip, kijk. Oh, die heeft een eitje gelegd. Zo, dat is één. Die kunnen... Doe ik in mijn doosje. Dan ga ik even naar het andere. Even kijken hier in dit doosje. Nee, daar zit helemaal niks in. Maar we hebben nu wel één ei. En vanavond ga ik weer bij de kippen kijken of we nog meer eieren kunnen krijgen. Oké? Hey, tot ziens. Tot de volgende keer.
lekker hoor, die verse eitjes. En wat zijn we deze week op het internet en de social media allemaal tegengekomen? Aan het begin van de corona hebben verschillende locaties tablets te leen gekregen. Zo konden ze met familie of vrienden beeldbellen. Maar nu we elkaar weer mogen zien, is dat beeldbellen niet meer nodig. En vind jij het toch leuk om te blijven beeldbellen? Dan kan je natuurlijk een tablet kopen. Brasserie de Stal in Nieuweschoot is weer open. En bij de brasserie gelden dezelfde regels als op andere plekken. Je mag met je huisgenoten aan dezelfde tafel zitten. En ga je met iemand anders, dan mag je met maximaal 2 personen aan 1 tafel zitten. Ben je verkouden of heb je koorts? Dan kan je beter een andere keer uit eten gaan. Dit was aflevering 24 van Binnen alle jaren. Heb jij nou een nieuwsbericht of een leuk idee? Dan mag je mailen naar Anita van Huyt en wij zullen contact met je opnemen. We sluiten af met het weerbericht van Weerman André. En we zien je graag volgende week donderdag weer bij een nieuwe aflevering van Binnen alle jaren. Doei! Is het heel ander weer dan afgelopen dagen? Nou ja, het weer is wel hetzelfde, alleen wel heel erg verschillend. Want woont u in het zuiden van Nederland, dan wordt daar heel veel regenwater verwacht. Lokaal 10 mm, misschien wel iets meer. En woont u in het noorden, dan schijnt daar af en toe de zon. En temperaturen die liggen in de regio zo'n 16 graden, hooguit misschien nog 18. In het noorden van het land wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Nou, vanaf vrijdag dan verandert het wat, dan trekt het regengebied naar Duitsland weg. In het noorden kunnen daar wel weer een aantal buien vallen met kans op onweer en hagel. Het wordt dan zo'n 16 tot 19 graden gemiddeld. Nou, in het weekend, nou zaterdag, misschien in het zuiden nog een aantal buien, in het noorden meestal ook met af de zon. Zondag overal droog en begin volgende week, jij knapt het weer helemaal op en temperaturen die lopen dan helemaal op naar zo'n 20 tot 21 graden. Tweede helft van de week kan het misschien wel 25 graden worden. Nou, er zit zo'n 13 mm water in de regenmeter en vergeet niet om je YouTube kanaal te abonneren. RTV 14 Spatie Weerbericht, dus RTV 14 Spatie Weerbericht en dan kun